Dit is het asielzoekerscentrum in Katwijk. Dat begon op tijdelijke basis met 600 vluchtelingen. Nu zitten er 1200. En dat ziet het centraal orgaan opvangasielzoekers graag. Grotere locaties, want die zijn veel efficiënter. 14 AZC's hebben nu meer dan 1000 plaatsen. En dat heeft dus voordelen. Dan kun je ook alle... Uh... Dingen die nodig zijn bij zo'n centrum, bij het centrum zelf organiseren. of op het centrum zelf. Bijvoorbeeld, wij hebben hier in Katwijk een heel groot centrum. Daar zit gewoon een school bij. Dus die kinderen die kunnen direct bij het centrum naar school. Dat kan niet als je een klein centrum hebt, dat kan wel als je een groot centrum hebt. Er zijn nu drie vormen van opvang: de crisisopvang, die duurt 72 uur en is bijvoorbeeld in een school of een sporthal. Dan hebben we de noodopvang, die duurt een paar maanden tot een half jaar, zoals hier in Heumershoort. En dan zijn er de asielzoekerscentra in Nederland. Voor een veel langere periode, vaak vele jaren. Maar verkoop de boodschap van de komst van zo'n AZC... maar eens aan de bewoners van de gemeente. Afgelopen woensdag loopt een informatiebijeenkomst... in Geldermalsen totaal uit de hand... In het dorp zijn plannen voor een asielzoekerscentrum voor 1200 man, dat daar 10 jaar zal blijven. Op sommige plekken heeft de weerstand succes. De gemeenteraad die, uh, krijgt een voorstel van uh, dit is het voorstel en kunnen jullie daarmee instemmen. Daar ligt natuurlijk een zekere druk op, maar die heeft daar wel het laatste woord in. Als een gemeenteraad zegt nee, wij vinden dat niet verantwoord, wij vinden dat niet terecht, dan kan ze ook nee zeggen. Dus blijven praten en uitleggen is heel belangrijk. Vaak hebben bewoners het idee dat een opvangplek door de strot wordt geduwd. Maar... Hoe je het of keert, het probleem zal gezamenlijk opgelost moeten worden. Mede door de komst van vluchtelingen zal Nederland volgend jaar de grens van 17 miljoen inwoners passeren. Een recordaantal van een kwart miljoen immigranten zal naar Nederland komen. Het gaat vooral om mensen die hierheen verhuizen voor hun werk of om terugkerende Nederlanders. En onder die 240.000 immigranten zijn ook 70.000 asielzoekers en nareizende familieleden. De verwachting is dat we de grens van 17 miljoen inwoners in de eerste helft van volgend jaar zullen passeren. Rond 2035 komen we in Nederland dan boven de 18 miljoen mensen uit. Mocht u nou benieuwd zijn als hoeveelste Nederlander u nou bent geboren, dat kunt u uitrekenen op onze website rtlnieuws.nl.